Vergelijk het taalgebruik in Suriname. Toen en nu. Taalgebruik, vooral in muziek en entertainment. Ja, weet je wat mij opvalt? Vroeger, in die Kaseko-liedjes, werd er veel Nederlands gezongen. Ja. Den uil is in den oog. Zomaar in een Kaseko. Schuitje varen over de zee. Lieve Hugo ook, ja. Als hier een pot met bonen staat. En da. Dus al die liedjes had je een stukje Hollandse melodie. En ze zijn allemaal populair geworden. Dus die combinatie Nederlands Sarangatongo was eigenlijk een goede formule om een Kaseko hit te scoren. Ja. Sabaku heeft het een beetje overgenomen. Waar is het feestje? Hier is het feestje. En weet je dus, een stukje Nederlandse tekst verwerken in een Kaseko. En dan een populair deuntje, hè, van wat iedereen herkent. Ja. En wanneer je in een danszaal bent, dan gaat iedereen meezingen. Ja, yeah, weet je, als hier een pot met bomen staat. Ja. Vele Kaseko liedjes, je kan nagaan, hebben zo'n tekst erin. Ja. En vroeger, en dan praat ik voor Cosmo-staars, want die hebben eigenlijk voor de doorbraak gezorgd, werd er uitsluitend Sarangatongo gezongen. Ik bedoel, verstaanbaar voor iedere Surinamer. Ja, ja. Cosmo-staars heeft die geweldige change gebracht om in het Saramakaans te gaan zingen en toen volgde er later Okaans en zo. Ja. Waarbij je niet alles verstond als Saranamang, je moest die taal machtig zijn, maar dat is een geweldige doorbraak. En wat ik super vind, de acceptatie van de totale Surinaamse gemeenschap. Want al die liedjes van de Cosmo-staars en al die andere groepen die in Okaans en Saramakaans zongen, werden geaccepteerd, werden gespeeld op alle feestjes. Ja, weet je, de mannen sabi, mannen wij zingen. Ja. Dus dat was het mooie van de muziek en de taal in het verleden. Ja, en ik moet dan gelijk ook een big up doen aan jouw generatie. Omdat ik merk dat mijn generatie nu daarop voortborduurt. Omdat ik merk dat vooral in de muziek we als één naar buiten kunnen treden nu. Het is niet raar meer dat Afrikawa Hindustani Poku, dat we een Sabaku Idraai. En in die end zijn we elkaar allemaal geaccepteerd zoals we zijn. Nu, als ik moet ingaan op de vraag, de taal toen en nu. Ik vind dat het vroeger, gelet ook op het feit dat normen en waarden vroeger anders, dat men anders omging met normen en waarden. Dat men nu ook een beetje vrijer, soms te vrij is met taal. Dat is mijn mening. Die normen en waarden mogen daarin terugkomen. En vroeger stopte ik. Ik vind dat men meer energie stopte in de muziek om dan ervoor te zorgen dat het een code bleef. Weet je, die man ging niet keihard praten over seks vroeger. Hij had het over inalesi gron sane lolo. Begrijp je? En dat is taalkunst. Hoe zeg je het anders? En nu met de komst van internet en alles eromheen, zoveel afleiding, weet je, dan luistert men anders en die schuine taal valt deze generatie niet echt op. Dus het is te tolereren. Dus dat is wat ik vind. Over taal gesproken, het mooiste woord rond de onafhankelijkheid, we praten er nu over, is het woordje srevidensi. Dat woord bestond niet. Ja. Onafhankelijkheid in het Surinaams. En dat is geweldig. Henny de Ziel, Trefossa, bij hem komt het woordje srevidensi. Het schoot er binnen. Ja. En ik vind het belangrijk dat we dat ook memoreren. Het woordje srevidensi. Maar vertel een beetje over die man Henny de Ziel. Hij gaf mij Nederlands, hè, op de Verwijnschool. Ja. En hij was ook radioman? Hij verzorgde bij Apinti een programma De Zondagmorgen Causerie. Okay. En Causerie, dus die man vertelde van alles. Weet je. En zo is het contact gelegd via directeur Charles Vervuurt, Henny de Ziel naar mij, dat ik werd geïntroduceerd bij Radio Apinti. Ja. Maar als een man, geen enkel leraar, heeft me zo lesgegeven als Henny. Nederlands, zeer vooruitstrevend, laten praten. Je moet je uiten. Correct taalgebruik. Zo corrigeerde hij. Niet vanuit boeken werken. Ja, Kom voor de klas. Praat. Vertel. Weet je, en dan corrigeert je. Maar dat moet je zo en dat zo. En grammaticaal naar mij ook
direct mee in zijn lessen. Nee, dat was een aparte leerkracht. Hij was ook bibliothecaris. En één gedicht van hem heb ik ook gebruikt om te analyseren later bij mijn studies. Wat Ramama. Geweldig gedicht van Wat Ramama. Ja, van Henny de Ziel. Oké. Ik moest er even om lachen, omdat er nu ook een artiest is die een hele mooie pokoe heeft gemaakt over de Wat Ramama. Abakewaka. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.